Het is nu nog tamelijk druk op het plein voor de boekhandel. Maar straks om 6 uur de deuren dichtgaan, dan loopt dit plein langzaam leeg. Een half uurtje later verzamelden zich op ditzelfde plein zo'n 300 mensen. En enkele volwassenen, maar voornamelijk tieners en twents. En als de deuren van de boekhandel om 7 uur weer open gaan, dan stromen ze allemaal tegelijkertijd naar binnen. Want ze hebben zich opgegeven voor de eerste Maastrichtse BookTok-avond. Nou kent u TikTok ongetwijfeld, maar BookTok? BookTok, wat is dat, hoor ik u denken. Nou, we gaan nog snel even naar binnen om het te vragen. Komt u mee? BookTok is een subgenre van het social media platform TikTok, waarop jongeren korte video's posten. En met BookTok draait het om het posten van boeken. Dus tips, promotie, een recensie van een boek, maar ook simpelweg je boekenkast laten zien. Alles wat met boeken te maken heeft op TikTok wordt BookTok genoemd. Wij kregen steeds meer volgers op ons TikTok-kanaal. Dus steeds meer mensen zagen onze video's en vanuit daar kwam eigenlijk steeds vaker de vraag of wij ook een BookTok-evenement wouden organiseren. Een aantal winkels zijn ons voorgegaan in de Randstad, maar het leek ons ook heel erg mooi om dit een keer in het zuiden van het land te kunnen organiseren. En om de jongeren die wij normaal gesproken alleen maar online zien, ook echt uit te nodigen om naar de winkel toe te komen tijdens het BookTok-event. Ik denk dat boeken online op TikTok steeds populairder zijn geworden. En daardoor echt dat subgenre BookTok is ontstaan. Voorheen waren het natuurlijk maar een paar video's over boeken. Maar nu posten dagelijks heel veel mensen video's over boeken. En is het dus echt een genre op zichzelf geworden. Ja, ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik bedoel, dit is zo'n geweldige locatie. En ik weet niet hoeveel boeken ik mee kan slepen naar huis. Want ik zie te veel boeken die ik wil hebben. Dus ik heb het echt heel erg naar mijn zin. Dus ik ontmoet hele leuke mensen. Dus echt, ik heb het heel erg naar mijn zin. Het is een heel groot succes tot nu toe. Iedereen is gezellig aan het dansen binnen en aan boeken aan het kopen en gezellig aan het rondkijken. Het is heel erg druk, dus dat is een goed teken. Heel erg leuk tot nu toe. Absoluut. We willen wel graag een volgende editie organiseren. We weten nog niet precies wanneer dat gaat gebeuren, maar het lijkt me heel mooi om dit regelmatig terug te laten komen. Om leuke avonden te organiseren, ook voor de jongere doelgroep. Zeker.